Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op vrijdag 6 april. We krijgen een paar mooie dagen waarbij de temperatuur ook flink gaat stijgen. Eindelijk krijgen we dat lentegevoel. Vanochtend is het een graad of zes op de meeste plaatsen en zijn er flinke zonnige perioden. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidoosten en die maakt het toch nog wel wat fris. Vanmiddag stijgt het kwik naar 13 tot 16 graden en ook dan is er veel zon. Blijft overal droog en dat geldt ook voor de avond. Ook dan zijn er nog steeds brede opklaringen. De temperatuur gaat dalen naar een graad of 12, en de komende nacht liggen de minima tussen de 3 en de 6 graden. Morgen wordt het regionaal warm weer. De temperatuur loopt op naar zo'n 20 tot 21 graden in het binnenland. Aan zee ligt het kwik rond de 17 graden. Er waait een matige wind uit het zuidoosten of zuiden en het blijft overal droog. Wel neemt de hoge bewolking toe en dat merken we ook vooral op zondag. Dan kan de zon het zelfs wat moeilijk krijgen. Maar de temperatuur is nog steeds aangenaam, zo'n 15 tot 20 graden. Vanaf maandag neemt de kans op een enkel buitje toe, maar de temperaturen blijven nog steeds hoog. Normaal voor deze tijd van het jaar is een graad of 12.